Goedemorgen. Van de week hadden we al een keer de anti-dieetdag. Dan konden we eten wat we wilden. Vandaag is het eet wat je wil dag. Ja, zo vallen we natuurlijk nooit af. Laten we eens gaan tekenen wat we allemaal kunnen eten. Laten we eens beginnen met gezonde dingen te tekenen. En ook wel lekkere dingen. Doe je mee? Ja, vandaag is eet wat je wil dag. We hadden laatst al die anti-dieetdag. Dan kon je ook al eten wat je wil. En vandaag is het echt officieel eet wat je wil dag. Ja, wat wil je dan eten? Ja, sommige mensen die willen gewoon lekker een... appel eten. Leuk met een blaadje eraan zo. Appel met een blaadje. Dan zit hier dat kroontje zo. We kunnen hier nog wat glans op doen. En dat is een glimmend appeltje. Zo. En je kan natuurlijk allerlei groentes gaan tekenen. Hè, die je wil eten. Aardbeien. Dat is misschien ook wel leuk. We hebben al een keer aardbeien getekend. En daar gaan we iets anders verzinnen. Wat zouden we nog kunnen eten? Aan groente. Laten we eens even kijken wat we aan groente kunnen tekenen. Een paprika. Die is misschien ook wel leuk. Die zijn wat langer zo. Nou, dan weet ik niet of dit een hele goede paprika is zo. Zo. Gewoon die lijnen zo. Ik vind het best een aardige paprika, mensen. Maar wat eten wat je wil dag. Er zijn ook mensen die houden helemaal niet van groenten. En die eten liever gewoon lekker een hamburger. Die zaadjes op, die pitjes. Sesamzaadjes. Dan zitten die nooit zo precies naast elkaar natuurlijk, maar... Zijn die nooit zo mooi verdeeld over zo'n bolletje. Maar goed, het gaat om de perfecte hamburger. Ja, dan zit er een kolder saus op natuurlijk. Zo. Tomaatjes. Zo. En de hamburger. Dat verdwijnt hier een beetje achter het blaadje van de... Beetje schaduw achter die saus. Het geeft de hamburger een beetje structuur. Beetje schaduw van de tomaat. Zo. Ja, en dan een blaadje sla natuurlijk. Zo. Nog wat andere dingen. Ja, en dan de onderkant van het broodje natuurlijk. Zo. Ook hier wat schaduw van het plaatje sla natuurlijk. Zo. Ik zie nog wat saus wat eruit loopt zo. En een bordje waarop het geserveerd wordt. Nou, ik vind het wel... Ik krijg er bijna al trek in zo'n hamburger. Ik ben wat weer wat meer van de... Nou ja, ik eet ook graag groente hoor trouwens. Ik lust eigenlijk alles. Dat is misschien weer mijn probleem, dat ik alles lust. Ga zelf ook eens kijken wat voor eten kan ik natekenen. Je hebt vast wel iets in de koelkast liggen wat je na kan tekenen. Of in de fruitschaal. Of misschien groente. Probeer eens een ui na te tekenen bijvoorbeeld. Of een aardappel. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.